Ja, mij bent u aan tafel. Ja, twee bijzondere mannen mag ik ook eens zeggen. Want er zijn alleen maar bijzondere mensen in de cultuur, dat merkt u natuurlijk. En deze hier is heen van het Hip Hop Dance Festival Summer Dance Forever. Ik heb aan tafel heb ik Luc Delo. Dat heb ik goed? Delo, ja toch? En John Agricelias, welkom. Dank je wel. What an honor to be at the table with you, my friend. Yeah, the honor to be at the table with you. Ja. Even voor de mensen die niet weten, maar als je praat over hip-hop dance en je noemt Johnny, dan heb je het eigenlijk niet over hip-hop dance. Zo simpel is het. Jullie hebben het, ik zei het al, het Hip-Hop Summer Dance Festival of Summer Dance Forever. Yeah. Laat even een kort film bekijken dat jullie mee hebben genomen. Ja, welke gaan het zijn? Die. Toch? Ik denk het. Ze zijn het aan het zoeken. Ze hebben de trailer. Oh, de ging is fout. Ze hebben de verkeerde film mee gestart. Altijd met hip-hop. Hip-hop. Ja. Jinx. Het is alleen maar liefde werken, mensen. Het is alleen maar liefde werken. Zoek even het juiste filmpje. Laat even doorgaan. Het hip-hop, internationaal hip-hop festival hier in Nederland. Het is altijd een mega, echt een mega happening. Hoeveel mensen praat jullie die erop afkomen? Het festival zelf, daar komen ongeveer 1500.000 mensen op af. Ja, maar fysiek, ja. En online hebben we echt miljoenen views. Die het allemaal, zeggen. En hoeveel dancers over de hele wereld komen dan in Nederland toe? Dus echt, die deelnemen eraan? Echt. Uit die 25.000 heb je wel iets van 20.000. Echt hardcore. Ja, hè? Ja. En overal vandaan, hè? Oorlogsgebieden, Jemen. Landen waar je als meisje helemaal niet mag dansen. Iran of Brazilië. Weet ik het. Je kan het gek niet verzinnen. Ze komen daar. Ze komen daar naartoe, ja. Dat is heel zo cool. Dat is zo cool. Helemaal, ja. We gaan even naar het filmpje kijken. Dat staat nu wel klaar. Ja, dit is de hele wereld. John, want heel veel mensen begrijpen niet. Als je hip-hop hoort, denken mensen vaak aan rap. En ze denken dan aan gangsterrap, vooral al dat soort dingen. Heel veel mensen weten niet dat de hip-hop uit verschillende zuilen bestaat. En daarvan is dans een van de belangrijkste. Misschien kan je dit even kort toelichten, dat mensen een beetje beter begrip krijgen ervan. Kijk, natuurlijk, precies wat jij zegt, mensen denken met aan rap en muziek. Maar de dans is sinds de jaren 80 naar buiten gekomen. Ik ben nu 34 jaar bezig met zo. Ja, dat is zo maar, ja. Weet je, en natuurlijk, je hebt Philly, New York, weet je. En elke stad en land heeft zijn eigen stijl. Mm-hmm. Maar de pioneers die wij volgen, komen natuurlijk uit New York. Ja. En het is echt een specifieke dans met foundations. Ja. Nee, want voor de duidelijkheid, je hebt de muziek, je hebt de rap, je hebt de graffiti, dat is een van de dingen. De clothing is een van de dingen. De DJ is een van de dingen. MC'ing. En de dans natuurlijk, waar mensen... B-boying. Wat mensen vaak niet eens doorhebben, is hoe de hip-hop dance geïntegreerd is in de moderne dans op veel. Ik doe de musical Hello Dolly door. Daar zijn we nu, moesten we helaas ook mee stoppen. En ik zag in het begin dat je een paar moves komen. Ik dacht, maar hebben we gewoon hip-hop into musical geïntegreerd. Dus het is iets wat gewoon leeft. En je ziet ook jonge kids, iedereen wil op hip-hop dansen gaan en zo. Het is breder, hè, bij ons. Het is echt ook een jazz en house. En weet je, locking popping. Het is echt heel breed. Het is eigenlijk alles wat niet modern is, of niet klassiek. Snap je? Het is heel duidelijk, er zijn meer smaken in de zon. Ja, het is de ultieme improv dance, toch? Kijk, we zijn ook gespecialiseerd in straat- en clubcultuur. Mm-hmm. We praten nu over hip-hop, maar als je praat over house bijvoorbeeld, mensen weten niet dat house ook een specifieke dansstijl heeft. Als je praat over Chicago, als je praat over New York, als je praat over LA, weet je,
Europa sowieso, Frankrijk leidt nu in de house dance. Ja. Maar wij zijn in Nederland gewend. Ja. Maar je hebt er precies een specifieke dansstijl die dus bij house hoort. Er is meer dan fistpumping alleen. That's right. Wat ook goed is. Wat ook goed is. Luc, ja, jullie krijgen 25.000 mensen die naar het festival toekomen in Amsterdam elk jaar. Hoe ga je die mensen nu bereiken? We flippen het dit jaar. We keren het om. Dus daar waar Amsterdam in de afgelopen 10 jaar is uitgegroeid tot de plek waar al die dansers jaarlijks 9 dagen bij elkaar komen. Om van, weet je, in een poppodium als Paradiso of in de stad Schouwburg een dansvoorstelling of van battles te genieten. Keren we het om. Wij gaan nu zien wat de wereld te bieden heeft aan dans. Ja. Dus het festival gaat door. Het is het 10e jaar. Niet in Amsterdam. Maar we gaan vanuit Amsterdam of van waaruit je ook zit. Of je nou in Lutjebroek zit of Londen. Dat maakt niet uit. De battles hebben we omgevormd tot danscompetities in 5 stijlen. Wacking, locking, popping, house, hip-hop. Dat laten we zien met juryleden. Dus dat betekent dat mensen iets gaan insturen zoals je dat net gezien hebt. Maar we gaan ook, podiumkunst laten zien. We gaan gecureerde series laten zien met choreografen uit Azië, uit Canada, uit Amerika. Een première is die ook nog niet buiten zijn gekomen. Dan laten we dan zo'n soort preview van. Ja. En dat doen jullie allemaal via een soort online platform, is dat allemaal te bereiken. Ja. Hoe kom ik op dat platform? Je gaat, download de app, summerdanceforever.com. Dat gaat eigenlijk een soort van bijna televisiegids zijn waarin je kunt zien waarbij je via Instagram Live, Facebook Live, wat dan ook. Summerdanceforever.com. Ja. Okay, gepresenteerd door John, maar ook door Andrew Mackinga. Oh, Andrew is er ook bij. Andrew is er ook bij. De toppers. De toppers, can't get any hip-hopper dan that. Right, precies. En het belooft dat. Vorig jaar hebben we Popping Forever als een soort van verrassing gestreamd. Dat hadden we nog nooit gedaan. Niet aangekondigd, geen promo gemaakt. We hoopten op 30.000 man. Het werden er 300.000. Dus ik hoop dat we met promo nog veel meer mensen gaan bereiken. Want het hele toffe van die livestream van Popping Forever is dat alle talen voorbij kwamen. Je had een waanzinnige interactie tussen al die dansers. En vergeet ook niet dat de meeste mensen... Eigenlijk leven jullie al in de toekomst. Het nieuwe normaal dat te kennen is eigenlijk, als ik het zo hoor bij jullie, it's already happening, want ik bedoel, je kijkt mensen bij interacties over de hele wereld, zien ze elkaar, ze delen filmpjes uit, ze dansen met elkaar, je kan battelen met elkaar op die manier en zo. Want niet iedereen heeft het geld of kan het visum krijgen, of snap je? Dus er zijn zoveel restricties om überhaupt bij elkaar te komen, dat we al die barrières op deze manier gewoon veel beter kunnen overwinnen. Ja. Maar wat zijn de mooiste verhalen die je hebt meegemaakt? Je hebt voor vrouwen die niet mogen dansen in het land van herkomst, wat zijn de mooiste verhalen die je hebt meegemaakt de afgelopen jaren? Noem 1 of 2, kom op jongen. Ik had 3 jongens uit Frankrijk, best wel jong, weet je, 16, 17. Nou, die hadden gewoon de trein genomen. Die wouden sowieso daar zijn. En op een gegeven moment liep ik in de Paradiso en ik zag bij de trap, weet je, naar boven gaat, naar de kleine zaal. En ik zie ze helemaal bijna, weet je, flauw vallen. En ik vroeg ze in het Frans, van wat is er aan de hand? Ja, John, ja, nee. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, we hebben geen geld, we hebben een hele dag niet gegeten. Oh, wow. Dus hebben we 16, 17 gespaard, een hele jaar door, om daar naartoe te komen. En toen zei ik, kom op man, ga naar beneden, iedereen een bordje. Ja. En mensen gaan naar het zwembad om te douchen, weet je. Iemand had een 3 banen genomen, 2 jaar lang in Argentinië om gewoon daar te zijn. En die persoon was ik de hele tijd mee bezig online, op een gegeven moment staat hij gewoon voor me. En die heeft gewoon 3 banen. Ja, en Joseph Goh. En Joseph Goh, die dus eigenlijk dus de winnaar van de laatste editie. Hip-hop Forever. Hip-hop Forever. En die werd bijna niet naar binnen gelaten. Ja, nee, hij had zijn kaartje van iemand anders gegeven. Dus hij probeerde heel slinks, weet je, heel hip-hop gewoon. Met een stiekem en weet je, toch nog binnen te schieten. Maar het was Paradiso, dus die krijg je niet gek. Dus hij werd eruit gezet. En op een gegeven moment staat hij gewoon in de finale. En hij danst in de finale en wint. En het was de Warrior Edition. Dus alle winnaars van de afgelopen 8 jaar waren er. En het wordt mondiaal sowieso al gezien als, weet je, het officieuze wereldkampioenschap. Ja. Dus om tot die finale door te dringen en hem te winnen, dat is maar Joseph is ook een van de pioneers. Mensen staan er niet bij stil hoeveel mensen hier in Nederland aan hip-hop hands doen. Hè? Als je kijkt naar scholen die er zijn, maar ook groepjes die optreden, die op de een of andere manier toch met dans bezig zijn. Zou je durven inschatten hoe groot die groep is ongeveer, Luc, in Nederland? Ik weet dat de... ik ben even vergeten hoe die organisatie heet, die de amateurcijfers in de turft opschrijft, analyseert.
Die staat een aantal jaar geleden al op 1,7 miljoen. Dus het is echt, en het is alleen maar gegroeid. Ja, die aan hip-hop dance doen hier in Nederland. Hip-hop, street dance, jazz dance, hoe je het maar wil noemen. Weet je hoe je het maar wil noemen. Maar dat is een enorm aantal. Wat wij doen is internationale kennis van hip-hop, dance, cultuur naar Nederland te brengen. En mensen te stimuleren en weet je, motiveren om onze eigen kennis te verbreiden. En je ziet dat in de 10 jaar dat best wel iets heeft gedaan. En jij hebt het alleen nog over dansers, maar denk even aan al die mensen eromheen. Eromheen, ja, nee. Die gaan naar het theater gaan. Als je kijkt, mensen die, niet alleen mensen die willen kijken, maar ook alles. Ik bedoel, ze hebben altijd crews eromheen die ze helpen met kleding ontwerpen. Je hebt designers die voor ze bezig zijn. Papa's, mama's, choreografen die vaak niet zelf voor posen, maar wel ervoor zorgen dat die kids het allemaal kunnen doen. En iedereen draagt nu een hoodie. Dat is absoluut, ja. Maar dat is ook onze missie, hoor. Dat is dat ook om dat nieuwe, hele grote potentiële publiek, wat eigenlijk nog voor een heel groot deel überhaupt niet in theaters komt, mm-hmm, om die in het rode plusje te krijgen. Ja. Hoe kunnen we de zeg maar, er is nog steeds soms een soort wazen van de street, het zijn allemaal crimineeltjes die met de hoe krijgen we die gedachte weg bij de mensen? Ik bedoel, moeten we die gedachte weg krijgen? Laat ze bij ons komen. Ik heb een hele goede voorbeeld voor je. Afgelopen keer hadden wij de directrice van de ROC die bij ons was in Amsterdam. En weet je, er was een iemand dat zijn portemonnee was die verloren. En weet je, later kreeg je bij de receptie van ja, het portemonnee is gevonden, weet je, met alles erin. Weet je. En die stond echt zo van wauw, dit is echt fantastisch dat dit soort dingen nog gewoon gebeuren. Nee, het is echt voor en door iedereen. Voor en door dansers. En ook als je. Soms hebben mensen wel een drempel te nemen als ze naar een battle willen in Paradiso. Maar echt, je kan daar echt met je kinderen heen. En, maar in het Delamar of in de Ita zit het tegenwoordig gewoon. Ja, er zitten al die publieksgroepen door elkaar. De allereerste editie kan ik me echt herinneren dat je volledig zwart publiek had. En dat witte. Toen een groep Amsterdam publiek, die keek elkaar heel vreemd aan. En nu, 10 jaar later, zie je dat de grijze duiven van jullie dan zitten ook in de zaal. Ja. Of de Lamar publiek is totaal gemixt, ook gewoon qua leeftijden. 5 totaal tot 85. De voorstellingen zijn van heel hoog niveau. Het is een fantastische dans. En dat is het mooie van jullie. Jullie brengen al die leeftijdsgroepen bij elkaar. Jullie brengen al die verschillende sociale groepen bij elkaar. Ja. Zwarte wit bij elkaar. Ja. En laten we eerlijk zijn, met zout en zwarte peper is het eten lekkerder dan alleen zout. Kijk eens aan, snap je? Dus let's keep it spicy. Namens hoeveel mensen gaan jullie tekenen vandaag? Als je kijkt naar onze organisatie, dan zijn er 11 mensen die er echt het hele jaar aan werken. Mm-hmm. Maar vergeet niet dat, en dat zijn eigenlijk ook allemaal ZZP'ers. Wat mij betreft is dat ook gewoon slecht nieuws. Want je ziet ze ook gewoon naar de maaltijdbezorging gaan en weet ik het allemaal nog meer. Maar gedurende het festival is dat natuurlijk gewoon een veelvoud daarvan. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over artiesten, dansers, choreografen. Ja, maar als we kijken over mensen die een boterham zouden verdienen aan dit festival dit jaar. Nou, echt alleen onze organisatie is gewoon 11. Mm-hmm. Dat is een heel duidelijk getal. Maar ga je naar artiesten kijken, choreografen, dansers, dan is dat echt een veelvoud. We hebben normaal gesproken 120 uitvoerende dansers per jaar. Plus die 11 komen we op 131. Makkelijk, en dan heb ik nog niet eens over de technici. Zullen we het op 160 runners, man gooien? Stagelopers. Makkelijk. 160 man, makkelijk, hè? Ja, 175, makkelijk, denk ik. Ja, makkelijk. Ja. Oké, guys, ik wil jullie vragen om te tekenen. We gaan op 160, heb ik gehoord, komt erbij. Ik wil jullie bedanken. Ik vond het echt cool dat jullie hier waren. En keep hip-hop alive, man. We really need this shit. Dus, dankjewel. Jullie kunnen tekenen. En, bedankt dat jullie hier dag toe zeggen komen. Thank you, man. I really appreciate it. Thank you.